Op zich staat deze kleur wel altijd heel erg mooi. Police wordt eerst boven en we zijn orders aan het maken. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, hier hou ik echt niet van. Het is wel heftig, maar het kan leuk zijn. Het is kijk hoe cute. Lot. Maar je hebt toch gezien wat ik deed? Hij klopt met haar mega patat. Je staat met je fluff tegen me aan. I make you my wifey. Vind ik altijd een beetje heftig of zo. Zodat ik jullie goed in beeld kan brengen. Ik gunde mezelf dat ook gewoon. Je zag het echt zo. Tik, 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 tik. Het is 1 uur 's nachts geweest. Ik ging op tijd naar boven, maar toen ineens had ik zin om op te ruimen. Dus ik ben nu bezig met de webshop. En het begint er best wel goed uit te zien eigenlijk. Dus dat. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb net mijn vorige weekvlog afgesloten. En daar ben ik weer. En Bolly is er ook. Hey schat, kom je lekker eruit? Ik heb een retour doorgegeven voor ASOS. Want ik heb dus een heel leuk pakket besteld dat ik jullie had verteld. Daar wilde ik graag een video van maken, maar het is er niet van gekomen. En dat is echt een duur pakket en ik wilde niet het risico lopen dat ik te laat was. Dus tussen 2 en 6 wordt het opgehaald. Ik heb geen tijd meer om een video te maken, want ik moet nu orders gaan maken. Dus ik ga nu even snel het passen en het hier zo in de spiegel aan jullie laten zien. Ik dacht dat was misschien wel een leuk idee. Ik heb een joggingbroek aan en een BH en dan ga ik nu de eerste trui laten zien. Oké, dit is de eerste trui. Ik vind hem echt amazing, maar dit ga ik nooit van mijn leven dragen. Hij is namelijk super kort. De mouwen zijn echt geweldig. Ik hou hier echt van. En het is een chenille stofje. En ik vind het heel tof. Het is zwart. Ja, ik vind het echt amazing. Zo denk je misschien van, oh, het staat je wel. Maar mijn buik is daar gewoon niet geschikt voor. Maar dit is wel echt een hele leuke trui. Ik vind hem ook heel mooi staan. En ik zou hem echt willen hebben eigenlijk. Maar ja, ik zou het dan niet dragen. Dus dat is zonde. Jammer. Dit vind ik echt zo, ik heb even mijn haar anders gedaan. Zo'n soort van, deze heb ik in de kringloop gevonden, coole trui. Dit vind ik heel veel mensen heel leuk staan. Maar ik vind net deze kleurencombinatie niet echt helemaal mijn ding. Het is wel echt een Charlotte trui in principe qua bijt en alles. Maar, nou, ik vind de kleuren net een beetje, net niet ofzo. Maar hij zit wel heel lekker. Deze vond ik echt geweldig, maar dit staat mij echt niet. Maakt me heel dik ofzo, omdat het ook overal... Ik weet niet, het ziet er echt niet uit. Het stofje vind ik ook niet super lekker. Grappig, ik dacht dat het heel leuk zou zijn, maar het ziet er echt niet uit. Nee, het staat me echt niet. Wow, lekker dood dit. Dan hebben we deze en ik vind dit heel tof, maar ik weet niet of het mezelf staat. Sowieso, nu ik geen make-up op heb, vind ik het niet mooi en nu ik een beetje wit ben. Want dan is het rode echt heel confronterend met die trui. Maar ik weet ook niet sowieso of dit mij echt leuk staat. En dat dit misschien leuker staat als je hem wel wat strakker neemt. En niet zoals ik met trui draag, heel oversized. Ja, ik hou er echt van. Chill truitje, maar ik denk, nee, het maakt me niet knapper of zo. Ik vind het wel echt heel leuk. Deze trui vind ik dus echt geweldig, maar ik weet niet of het meer helemaal mijn stijl is of zo. Hij is heel lang en daardoor vind ik hem een beetje groot maken. Hij was leuker als hij wat korter was geweest. En dan kan je natuurlijk heel leuk in een broek dragen, maar dat doe ik nooit. Dat weten jullie inmiddels wel. Kijk, dan vind ik hem echt geweldig. Al is het voor foto's en hij zit heerlijk. Ik vind hem echt super cute. Ik vind deze echt heel leuk en ook best wel bijzonder. Dus ik zou hem echt wel willen houden. Maar ik moet wel kritisch zijn. Ik vind hem wel echt heel leuk hoor. Super leuk. Echt helemaal mij. Cute. Volgens mij worden dit soort wat meer neon kleurtjes ook best wel weer in. Het is helemaal niet meer mijn stijl trouwens. Ik ben juist wat meer van het zwarte nu. Wat zijn jullie jongens? Dit is best wel een lekker dun chenille stofje. Met wel een ander printje dan chenille normaal heeft. Wel leuk. Ik vind het best wel een beetje saai. Maar op zich staat deze kleur wel altijd heel erg mooi. Tekent wel. Je ziet bijvoorbeeld hier die BH-rand. Maar het is wel qua model. Kijk, het is niet super indrukwekkend of spannend. Maar het staat me wel mooi. Als ik een beetje mijn poedertje op heb. Want het is niet heel boeiend. Ik denk, oh, ik heb een leuke trui aan. Denk ik. Maar ergens ook weer wel. Het valt precies wat ik lekker vind. Niet echt heel erg... Ik hou of van echt mega mouwen of gewoon lekker zo. Precies goed qua lengte. Ja. Even kijken wat die kost. Meestal zoiets van €40. Dat vind ik wel veel. Ik vind het wel echt een mooi truitje. Een mooi kleurtje. Ook leuk voor de zomer. Dus... En deze ook wel leuk. Maar... Niet. Ik denk dat ik deze niet hou. Ja, hij staat op zich wel mooi. Maar... Het is gewoon een zwarte trui en een heaven... Nee, ik denk dat het een beetje geweest is of zo. Ja, ik vind hem wel mooi vallen en zo.
ook weer mooi aansluiten. Chill. Ik vind trouwens chill hoe ik het zo film in de spiegel, want ik vind het wel prima. Nee, dat ik deze niet hou. Dus als het allemaal gratis was, was het leuk, maar het is allemaal niet heel goedkoop of zo, weet je wel. We hebben wel de klapper voor het laatst bewaard, zeg. Wat is dit nou weer? Ik weet niet wat me bezielde toen ik dit bestelde. Wat? Huh? Oké, nou, een soort truijurk. Ik vind truijurk echt moeilijk te vinden, maar dit is echt verschrikkelijk. Gadverdamme. Heel. Niet mooie bolly? Nee. Nou, nu ga ik uitzoeken welke zak bij wat hoort, want dat is helemaal door elkaar. Wat een ramp. Ik zeg altijd een ramp trouwens, alsof het iets heel ergs is, maar dat is gewoon mijn woordje. Hé, bol? Jij weet dat al. Oh, je bent lief. Moet je weer naar jezelf kijken? Ijdeltijd? Bol, die wil nog niet heel vaak uitkomen, maar als hij eruit ziet, is hij echt lief. Kijk, jongens, precies de twee truien die ik wil houden, zijn nu dus in de sale. Dus ik ga ze gewoon lekker allemaal terugsturen. En dan hou ik die, Polly, draai je om. Hou ik die? Die is wel leuk voor 30 euro. En die. Cute. Moet ik ze nu al snel bestellen voordat ze weg zijn. Schattig dit. Hi, Bol. Jij bent lief. Je bent wel fijn, want Slimpy maakt altijd heel veel herrie in mijn vlogs. Body is ontzettend rustig. Echt een blij beestje. Oh, ik wist het! Wat heb jij daarmee? Wat schattig. Hij zit nu op mijn schermpje van mijn camera. Oh, dat moet ik even filmen. Body, wat ben je schattig! Ik heb er heel erg uitzag om mijn mond trouwens, jongens. I'm sorry. Kijk hoe lief! Body! Ik ging filmen dat hij op mijn mobiel ging zitten de hele tijd. En nu is hij van mijn mobiel naar dit randje gegaan. Ah, Bolly, kom je op Instagram? Oh. Kijk hoe lief. Schattig. Nou, dat was het Inception soort van. Bolly, nu moet ik hem uitdoen. Oh, nog deze twee. De linker zit al wat lekkerder, vind ik ook wel heel leuk. Maar daar heb ik wel echt platvoeten in. Dus geen goede steun. En de rechter is meer echt een schoen, maar die vind ik wel heel... extreem andere stijl, echt zeg maar. Ik vind me zo beeld niet zo heel leuk. Deze wel echt heel leuk. Maar. Ja. Waar is Bolly? Jeetje, wat jij mijn nieuwe vloghuisdiertje die heet het aandacht gaat trekken, schattig gaat doen. Lief zeg. Ben je lief? Hij is echt lief. Bolly wordt eerst boven en we zijn orders aan het maken. Bolly, Kim wil deze scrunchies. Deze. En deze muts. Oké? Gaan we die nu in de fashion pack doen, Bolly? Ja? Bolly, ga je helpen? Ga je helpen? Hoi. Dit is wel de schattigste vogel op aarde. Houdt continu in de gaten of ik er nog wel ben. Het is echt een mama's kindje nog. Ik heb nu met hem gedoucht, want ik dacht, ja, weet je, als ik boven zit, is hij beneden. Dus ik wil hem niet te veel eruit halen, want het is juist heel goed dat hij tevreden is in zijn kooitje. Maar tijdens het douchen zat hij alleen maar helemaal als een dunne vogel, zeg maar. Dat betekent dat ze niet heel erg op hun gemak zijn. Maar ik weet dat vogels het heerlijk vinden om te douchen. En nu ging ik mijn badjas pakken en dan meteen op me vliegen en helemaal niet alleen willen zijn. En nu, zo lief, helemaal lekker aan het wassen. Ze is zo schattig, maar volgens mij als ik de hoek omloop, hij houdt me wel in de gaten. Goed zo. Ik ben hier, Bolly. Dan blijf ik ook geluidjes maken en zo. Dat is echt een schatje. Zoek Bolly. Oké, jongens. Ik ga nu naar Oud en Nieuw Feestje. Ik ben soms altijd te laat. Zelfs Lin vindt dat heel irritant, sorry. Maar ik zag er gewoon echt niet uit. Ik heb zo'n opgezette buik, wat echt zo vervelend is. En daardoor staat niks. Ik heb mijn jumpsuit van kerst kapot geknipt. Ja, oké. Ik ga nu snel. Kijk, ik ben eindelijk geparkeerd. Ik heb echt een mazzel dat ik eindelijk al beter ben geworden in parkeren. Want ik sta echt in een mini plekje. Maar ik had er dus helemaal niet over nagedacht. Maar er ligt allemaal vuurwerk op straat. En daar durf ik niet overheen te rijden. Dus ik moest echt een soort van... Ik zat een soort van in een game waarin ik probeerde om vuurwerk te vermijden. En ik heb ook gewoon in straten gereden waar eigenlijk je niet in mocht met een rood bord met een witte streep. Want anders kwam ik er gewoon niet.
Nou, nu ben ik er bijna. Ik ga nu vuurwerk afsteken, maar ik ga alleen de lucht filmen, want niemand wil op YouTube, denk ik. Alleen de lucht. Ik ben wel weer blij dat ik toch gewoon lekker met de auto ben gegaan. Want ik ben gewoon niet zo van de alcohol. Ik vind het zo'n fijn en veilig gevoel. Vooral op dit soort avonden als er gewoon geen OV is en zo. Om gewoon lekker in de auto te kunnen stappen. En Ruud was er nog. Echt super gezellig. Hij is ook echt nog meer dan 2 uur geweest of zo. Ik zei ook van, weet je, ik breng jou ook gewoon lekker thuis. Het was natuurlijk heel verleidelijk om bij hem te gaan slapen. Enfin, bij mij. Maar ik ben trots op ons dat we dat niet gedaan hebben. Ik heb hem net lekker thuis gebracht. Nu loop ik naar mijn eigen huis. Lekker slapen. Gelukkig heb ik morgen geen kater. Maar ik zal wel moe zijn gewoon van het laten slapen. En veel geschreeuw, hard gepraat. Dat soort dingen. Oké, doei jongens. Jongens, verschrikkelijk. Ik was het helemaal vergeten. Ik had een mega kledingcrisis. Ik heb dus best wel veel last van mijn buik de laatste tijd. En mijn buik is zo opgezet. Gewoon door voeding, zeg maar. Door iets waar ik niet tegen kan. Dat niks stond. Dus ik heb dus mijn kerstjumpsuit, had ik al verteld, geknipt. Echt zonde eigenlijk. Het staat wel leuk, maar het ziet er natuurlijk niet uit. Daardoor kon ik wel lekker deze aan. Ik heb ook echt om 12 uur een oud en nieuw foto geplaatst. Laat even weten of jij een van de mensen bent die erop gereageerd heeft. Want heel veel hebben erop gereageerd, dat had ik niet verwacht. Dit was weer mijn look. Ik had wel op zich mooie oogschaduw opgedaan. Ik had maar wat gedaan, maar ik heb best wel veel geprobeerd. Nee, je ziet het niet. Deze wat ik echt in mijn oud en nieuw. Ik vind het echt op oud en nieuw oorbellen. Wat erg dit. Ik wil het eigenlijk eerst opruimen voordat ik ga slapen, want ik vind het echt erg. Deze schoenen zijn voorlopig even niet meer nodig. Jeetje jongens, de verleiding was zo groot om lekker met Rup te gaan slapen. Maar het zou natuurlijk heel dom zijn, want het is nu juist het nieuwe jaar. Ja, dit is zo opgeruimd in principe hoor, maar... Nou weet je, ik ga het niet nu doen. Het kan gewoon morgen. Ik ben echt iemand die er niet van houdt om dit zo op neer te gooien, maar... Oh, hier hou ik echt niet van. Nou, oké. Welterusten. Goedemorgen jongens, het is nu woensdag. Gisteren was ik heel erg verrot. En nu nog steeds, helaas. Maar Link komt zo en wordt helemaal leuk. En we gaan dus naar WFC. Voor de webshop kijken. Met haar voor het eerst samen, superleuk. En waarschijnlijk ook wat fotootjes maken, hopelijk. Dus chill, ik ben bezig met opmaken. En Link neemt de föhn voor me mee. Dat is heel chill, want ik heb geen föhn en dit is echt, het duurt eeuw voordat het droog is altijd. Bully! Bully zit nog eventjes op zijn kooi. Heel schattig. Nou, Link of zo dus, maar ik film haar dus nooit. Maar, oké, doei. Oké, wij zijn net bij WFC geweest. Oh, wij zijn net bij WFC geweest. En we hebben eventjes, het was niet zo heel erg veel.
We hebben twee flared broeken en die gaat Linda als model dragen. Want ik kreeg er best vaak vragen naar, maar bij mezelf vind ik het niet zo mooi staan. Dus ik zei, laten we even gewoon random bij een parkeerplaats even vast foto maken. Want als we thuis komen is het waarschijnlijk al donker. Dus ik zeg, laten we het hier doen, maar ik kijk dus nooit wat er staat. Lin zegt, mooie achtergrond. Maar ik denk dat we gewoon even, ja, even kijken of het gaat werken. Ik ben bang dat het anders al te donker is thuis. Ja, ma. Het is wel heftig, maar het kan leuk zijn. En dan een beetje erin. Voorbereidingen. Er is een ramp gaande. Probeer maar. Over. Jongens, hoe leuk is deze outfit? Ook echt, Linda draagt nooit dit soort pasteltintjes. Kijk hoe cute. Super leuk. Binnen vind ik hem echt mooier dan buiten. Zeg maar buiten, zo, hij is echt mooi hè? Hij is echt mooi, maar misschien dan binnen nog een foto. Ja. Goedemorgen. Ik heb weer veel te kort geslapen, maar ik voel me wel prima. Nou, ik voel me wel moe, maar ik heb zin in deze dag. Want ik vind het opstaan heel erg lekker, merk ik in dit huis. Elke ochtend voel ik me eigenlijk wel lekker. Want dan ga ik lekker douchen, dan voel ik me echt heerlijk schoon. Dan ga ik je lekker met Polly, die helemaal blij is dat ik hem wakker maak. Hè, kleine? Gisteren naar zonnebank geweest trouwens. En dan ga ik me nu hier lekker opmaken met havermout. Met mijn nieuwe dingetjes van de Albert Heijn die ik dus had gekocht. Dat eet ik nu wel veel. Maar alsnog vind ik het niet heel erg vullend. Terwijl het volgens mij best wel een prima bakje is. Vrouwenveelheid. Lekker koffie met mijn apparaatje. En dan ga ik hier GTST kijken op Videoland. Ik kijk altijd een week vooruit. Dus heerlijk. En Lot appte net dat ze nu wordt gebracht door Joey. Dus die is er over 40 minuutjes iets eerder. Dus heerlijk. Oh ja, hoe blij Bully is als ik hem 's ochtends wakker maak. Hij is echt helemaal happy. En ik wilde eerst, ik zei tegen mijn moeder van, oh, ik ga hem 's ochtends niet uit de kooi doen, want ik wil geen stress dat ik hem niet in de kooi krijg of zo, weet je wel. Had ik wel eens met Slimpy eigenlijk altijd. Kon ik hem alleen als het donker was, kon ik hem eigenlijk, hij was echt super lief, maar hij was niet helemaal met de handen helemaal geweldig. Maar als ik Bully een pootje geef, dan komt hij gewoon, dan gaat hij gewoon in de kooi. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Dan kan ik hem ook gewoon 's ochtends eruit halen en we douchen samen en zo. Dus dat is echt leuk. Hij weet precies als ik 's ochtends wakker word. Dat hij echt wacht tot ik het kooitje open doe. Maar na een tijdje vindt hij het ook weer lekker om in de kooi te gaan. En als ik dan thuis kom, hij weet precies dat ik wegga. En als ik weer thuis kom. En als hij gaat slapen, krijgt hij een doekje over de helft van zijn kooi heen. Dan weet hij dat hij gaat slapen. Echt super cute. Echt een liefje. Ik ben heel blij met hem. Echt heel blij. Wow, zie je dat witte lijntje? Ja. Dat, ook met deze kleur trui. Ja. Wow, ik zie nu al... Waarom kan ik dat dan niet zelf? Lot, je hebt toch gezien wat ik deed? Ik heb letterlijk dit gedaan. Klaar. Maar ik doe hem... Ik ging dit proberen. Ja, hij moet ook weer niet... Nee, ik dacht dat jij hem omhoog zette. Nee, ik zet hem gewoon hoger aan, zeg maar. Maar de streep is alsnog gewoon diagonaal. Want je kan ook, zeg maar, hier heel laag beginnen en dan helemaal zo. Ja. Maar dan heb je niet dat gewenste effect. Deze, ik kom nu even de andere kant voor jullie. Jeetje, die gaat helemaal los hier. Oh, Bolly. Ja, hij zit alleen maar aan met te knabbelen. Zag jij het of niet? Ja, ja, een beetje. Jeetje. Oh ja. Mag ik hem met deze blenden? Waar heb je deze voor? Dit is echt een Ali ding en ik vind hem zo chill. Ja, maar dit is wel een goede blendkwast. Hij is lekker stevig. Ja, daarom. Voor blenden moet je niet een hele fluffy kwast, vind ik altijd. Dan zit mijn arm in de weg. Nee, dat is super schattig. Twee mensen. Dieren. Twee dieren. Thanks. Wat voor dier ben ik dan? Een hond. Ja, maar sowieso een hond, net als Ruben. Een hond? Ja. Omdat ik zo loyaal ben. Ja. Dat zie je ook aan je ogen. Hé, een pakketje, niet voor mij. Ik vind mezelf eerder een soort tijger. Nee, ik vind mezelf als een soort babyleeuwtje, weet je wel? Ja. Wat ben jij? Jij bent eigenlijk wel... Een stokstaartje. Ik ben echt een kat. Nee, jij bent een stokstaartje. Ja, en een kat. Jij bent echt qua gedrag echt een heel kat. Erg een kat. Maar ik ben niet alleen maar feed me en I'm of nee, zo. Nee, dat niet. Ik ben maar wel een goede kat. Jij kan echt dat ik heb hele katten trekken. Hebben. Ja. Ja. Ik heb echt kattentrekjes. Maar mijn vader gelooft ook dat ik de reïncarnatie van een kat ben. Mag ik highlighter ook toe? Ja. Okay. Deze is wel... Ik van het begin dat ik hem kreeg was hij al zo en ik gebruik hem nog steeds. Hij is wel mooi denk ik voor bij jou. Gebruik je daar deze voor? Oh ja. Dat is wow. Dit is wel echt eng, zeg maar. Ik doe hem even zo. Oeh. Oh my god. Oh, daarom heb ik altijd zoveel highlighter om. Ja. Wow. Leuke scrunchie van Comois heb je om. Ja. Inderdaad. Thanks voor het opsturen. Niet op mijn voorhoofd? Nee, maar ik doe hem toch van boven. Doe ik zo. Dat is mooi. Zie je van die flamingo in de lucht?
Oh, hij hangt er nog. Ik ben te lui om het even plaatsen. Met het kaartje daarop aan lopen. Ja, dan kan ik hem aan iemand anders geven. Nee. Zo, mean girl. Jij mag hem. Oh, sorry. Jij vindt hem niet leuk, hè? Jawel, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen nog. Nee, je moet gewoon het hele jaar door een kerstboom neerzetten. Daar is een bezorger. Nou, je hebt echt een leuke buurjongen trouwens. Welke? Ja, hij had als... Oh, is hij een hond? Nee, een kat. Een bruine kat? Een beetje oranjeachtig bruin, denk ik, ja. Oeh. Een fleek. Nou, cool. Nu even nog een eyelinertje. Oh, wow. Jongens, kijk hoe gezellig. We gaan nu lekker lunchen. En ik zet een gladdoeste jas aan. En hij staat er in de... Bij Lin, zij is ook wel. Hij staat mij wat meer ordi, want hij is blond en klein. Ja, dat heeft echt wel met haarkleur te maken, denk ik hoor. Leuk. Dat alle blonde mensen ordinair zijn, maar... Heel leuk. Blij. Cute. Lotte heeft haar goed gedaan, speciaal voor de fotoshoot. Moest van mij. Het moest echt van mij. Ja, het was ook niet een vraag. Hè. Het was echt zo van, je moet je haar mooi doen, je moet je make-up mooi doen. Waar is de autosleutel? Oh, hier. Oh, ik wil nog lipgloss pakken. Lotte werd onder druk gezet om een drankje te bestellen. En toen zegt ze, doe mij maar cappuccino. En ik dacht echt, huh? Ik drink nooit koffie. Nee, je bent geen koffiedrinker. Mijn vriendinnen zijn allemaal geen koffiedrinkers. Dus nu is er cappuccino, dus ze zegt, ja, ik word er wel duizelig van. Dus ik zeg, ik drink hem maar op. Dat is schattig. Kokja. Dat gaat Ossa's puntjes met patat eten. Het is zo leuk als je een vriendin hebt die houdt van eten en gewoon kan eten ook. Ik kan er echt van genieten gewoon als iemand eet. Is dat raar? Het is een rozijnje. Ja. Heel raar koekje, heel zoet. Dit is gewoon een normaal koekje met één rozijn. Letterlijk. Even een sfeerbeeldje maken. Met muziek eronder. Nooit. Daar ben ik veel te leuk voor. Hey, wat heb je leuke ketting om? Hey, dankjewel. Nieuw, van Comme. Nee, van Comme. Cute. Jongens, ik heb trouwens een superleuke match in. Kijk. Leo's Heart earrings. Leo's Heart necklace. En het armbandje. We hebben nu... Hadden we eerst niet op de site. Ik heb nog steeds beurt trouwens. Kijk. Nu hebben we dus de complete set. Superleuk. Dit is dus de nieuwe trui. Kom maar, wat wil je doen? Nee, neem je moeder even op. Kijk, Lotte dan. Dit is mijn broodje, jongens. Wel beschaafd. Lekker. Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, Lotte met haar mega patat. Groter dan haar hoofd. Maar, had je gelijk? Lotte, mijn model is zich aan het omkleden. Party collectie, een beetje te laat. Ja. Een maand te laat. En eind januari komt het online. Dom. Ik had gewoon geen... Nog gaat verkopen. Dat is best leuk. Ja, ik had gewoon geen tijd om die dingen op de site te zetten. Als het festivalseizoen weer begint... Dat is nu een beetje donker daarvoor. Past het wel bij deze schoenen. Nee. Oké, leuk hè Lot? Ja, echt wel. Nu, de trui die al heel lang op de site staat in het zwart, maar ik moest hem nog steeds in het wit. En ook de bruine versie zou ook hier leuk bij staan misschien. Ja, maar ik vind wit en roze altijd heel wel cute. Combi. Dit zou jij echt nu dragen in je nieuwe outfitfase, dat je meer durft te dragen. Wel, ja. Leuk! Sexy kont! En de maat kleiner niet, hè, de legging? Nee. Je hebt nu M. Heb je normaal ook M? Ja. Oh, wat gek, want Lin heeft normaal M en nu had ze S. Ja, XS zei jij toch? Nee, die zwarte in XS. Sexy! Ja, superleuk. Ik heb niet eens naar de onderkant gekeken. Oeh, leuk! Ja, ik vind dus leuk, zin om te shooten. Wat voor schoenen doe je hierbij? Ja, mijn laarsjes met een hak. Oh ja, maar zwart. Ja, maar moet je niet schoenen van mij aan? Zie je die, denk je? Ja, maar als je nou nu serieus deze schoenen van mij erbij zou doen. Of zo? Vet leuk. Kan je eens één keer, je kan er zo instappen. Welke maat heb jij? Ja, 41. Jij 38. Ja. Hoe wist ik dat? Het kan heel cool zijn. Linda had gisteren ook mijn schoenen aan. Je zag het niet. Echt zo'n wel heel groot. Ja, het kan wel leuk zijn hoor. Ja, hij is wel groot. Trui, maar het is, ja. Hij is groot, maar ik vind het wel tof. Ik hou echt heel erg van kleuren die zeg maar zo terugkomen. Ik ga even de kijkers vragen wat zij vinden. Kom eens even in het licht. Dat is lastig man. Ja, ik vond deze schoenen helemaal geweldig. En ik heb ze dus nooit gedragen. Terwijl ik super lang heb getwijfeld of ik ze wilde. Ik vind het heel tof. Het is wel heftig. Ja, ik denk... Ja, weet je, het is voor jou een webshop, hè? Dus mij maakt het op zich ook niet zo heel veel uit. Alleen ik vind altijd dat als je een flared broek aan hebt, dat het mooier uitkomt als je een hakje draagt. Ja, dat zei Linda ook. Ja. Doe maar een hakje dan. Maar het gaat erom dat de broek even goed... Ik heb van Linda ook al leuke foto's, maar het staat leuk! Ja? Ja.
Lotte! Hallo! Kijk hoe leuk Lotte eruit ziet. Ik heb komma oorbellen. Ach, ik ben even een leuke thumbnail, maar het lukt niet gewoon. Dat is nep, dat is echt zo geposeerd. Ik doe wel alsof ik met je aan het praten. Even iets van dat mensen willen klikken. Even dat mensen willen klikken. Nee, ik vind het te lelijk. Ik wil jas te nep ook. Voor een thumbnail? Ja. Dat mensen gaan klikken omdat ze denken, wow, leuk. Girls. Zo, kijk die armen. Daar was je vet cute. Ik ga naar jou lachen. Catnap. Je staat met je voet tegen me aan. Of is dat je buik? Nee, dat is mijn buik. Nou, nu moest ze wel echt lachen. Dat is mijn buik. Wat een snotje. Ik ga stuk. Ja, dit is leuk. Kom in. Fit, jongens. Woehoe. Lotte voelt zich helemaal sexy. Ik merk het meteen aan Lotte als ze zich sexy voelt in de kleding. Ja, nou, niet als ik me sexy voel, maar gewoon, hallo, doe eens niet mijn kennis over. Kijk dit hoofd met die haarband. Ze heeft voor het eerst een haarband in. Ze wist dus helemaal niet hoe ze het moest dragen. Ja, voor het eerst sinds ik 8 was of zo dan. Zo leuk! Echt Blair Waldorf. Ja, ik dacht echt, ik krijg hier een gigantisch voorhoofd. Ja, helemaal. Echt kleiner zelfs. Omdat je hier dit hebt. Ja, misschien. En Joey maar als ik dit zo weg zou doen, dan zou het echt erg zijn. Joey komt Lotte ophalen. Ze zijn nog even de laatste aan het shooten. Lekker zacht is die trui, hè? Ja, deze trui is echt lekker. Echt lekker. Jongens, wow, ik ben oranje. Ja, zonnebankie. Huh? Oh, oh. Dat is wat er niet klopt. We zijn dus foto's aan het maken, had ik het al verteld? Ja. Verder heb ik niks in. Verder heb je niks gevlogd vandaag, volgens mij. Heel weinig. Je wel in het café. Ja, wou ik net zeggen, toen we gingen lunchen. Hey jongens, de dag was super gezellig. Ik baal er wel een beetje van dat ik er de laatste dagen super slecht uitzie. En niet aandachttrekkend slecht, maar echt slecht. Ik bedoel, Lotte en Lin zeggen, het is prima, maar ze zien wel wat ik bedoel. Ik zie het ook als ik de beelden terugkijk. Het is echt niet, ik ben niet aangekomen of iets. Ik weet niet of het vermoeidheid is. Ik ben nu ook heel rood door de humor, maar ik zie er zo slecht uit. Ik maak ook helemaal geen foto's, want er is iets met mijn gezicht en ik weet gewoon niet wat. Maar ik denk dat het echt de vermoeidheid is. Ook door natuurlijk de hele situatie. Ik mis Rup echt heel erg op het moment. Ik film ook heel weinig dit soort momentjes eigenlijk. Sorry, ik ben niet heel actief aan het vloggen. Ik heb net de hele avond foto's op de site gezet. Ik ben heel blij, want ik heb heel veel mooie foto's van Lotte gemaakt. Echt heel blij, echt zo leuk. Is de site nu. Ik heb nu van Linda en Lotte en mezelf. Mezelf nu even niet, maar ik vind dat zo gaaf om mijn vriendinnen op de site te hebben. En een soort portfoliootje en ook meerdere modellen op de site. Echt 3 totaal verschillende modellen. Misschien Susanna binnenkort nog, is ook leuk, is ook weer heel anders. We hebben nu dus flirtbroeken en nog een paar oudere truien bij Lot gedaan waar ik nog niet echt goede foto's van had. Echt heel erg gezellig. En ik zit nu al de hele avond echt die foto's te doen en ik dacht ik ga nu even iets op tv kijken. Maar ik heb met deze tv echt alleen maar de basiszenders en het is allemaal heel erg saai en ik kan niet terugspoelen en niet terugkijken. Maar goed, ik ga vanavond even niet te laat naar bed, het is nu 10:50, nog heel even chillen. De broek gaat trouwens heel hard, de sterrenbroek, want ik heb er nog alleen maar 1 XS'je. Morgen ga ik misschien naar het WFC, verder ga ik een beetje een me-time dagje doen. Weer even goed gezond eten. Ik heb vandaag groentesoep voor mezelf gemaakt. Goed voor mezelf zorgen, op tijd slapen, regelmatig leven, genoeg bewegen, genoeg op goede tijdstippen eten, goed eten, dat soort dingen. En Bolly is ontzettend druk vandaag, niet normaal, maar wel lief. Ik ga nog even chillen, ga ik lekker naar boven. Morgen maak ik orders en ik denk even naar WFC en dan zie ik jullie morgen. Doei. Hey jongens, goedemorgen. Ik ging veel te laat slapen en mijn plan was, zei ik ook tegen Lot, van ik ga lekker, oh mijn batterij is leeg. Oeh. Ik ga lekker de hele dag lekker me-timen en in lange bed blijven liggen. Maar toen ik dat eenmaal, ik ging om 2:30 pas slapen, echt debiel. Ik heb een hekel aan slapen, dat wisten jullie misschien nog niet. Ik vind slapen echt ontzettend saai. Maar ik heb het wel echt nodig natuurlijk, zoals elk mens. Maar toen werd ik wakker om 11:00 en toen dacht ik, weet je, ik ga lekker dingen doen. Ik ga weer naar het WFC, want de broeken gingen heel erg goed. De zwarte, die wil ik aanvullen. Ik wil nog even rustig kijken, want met Lin gingen we eigenlijk elke winkel in. En daardoor duurde het een beetje lang. En toen moesten we weg, want toen moesten we nog foto's maken. Dus ik wil nog even iets rustiger op mijn gemakje kijken in de winkels, waarvan ik zeker weet dat ze leuk zijn. Niet te veel halen, maar gewoon even. Daarvoor ga ik even orders maken, want er zijn dus best wel wat orders besteld weer. Ik ga nu voor het eerst zelf de verzendlabels printen. Normaal deed Rup dat, dus ik ben benieuwd. Oh nee, niet eroverheen gaan. Sojamelk kookt. Ik heb even geen zin in opgeschuimde melk vandaag, dus ik doe even in de magnetron.
Mijn hoofd is nog steeds niet helemaal perfect. Maar ik heb het gevoel dat ik iets meer mezelf aan het worden ben. Het komt echt door de feestdagen. Ik was echt zo opgezet. In ieder geval, ik ga dus nu eerst even al die orders doen. Bolly en ik hebben net samen gedoucht. Ik twijfel of ik hem nu weer naar boven neem, want hij is een beetje druk en irritant. Maar ja, dan heeft hij het juist wel nodig om eruit te zijn. Ik probeer het denk ik even. Dan neem ik mijn laptop mee, ga ik daar mee aan de slag. En ik ontbijt net roggebrood met, oh lekker, 30 plus kaas. En 2 rijstwafels met heksenkaaskwark. Zo lekker, maar zo idioot duur. Dus kostte nu €3,07, zag ik. Doordat die btw 3% omhoog is gegaan ofzo. En een kopje koffie en dan ga ik naar boven met mijn laptop en alles. En vanavond ga ik editen. Want ik ben weer lekker veel met de webshop bezig. Maar ik moet ook eventjes weer mijn verhuisvlogs bijvoorbeeld plaatsen. Die nu echt al van een maand geleden zijn. Oké, ik heb even super snel opgemaakt. Echt chill. Ik geef toch de hoop op. Ik weet niet wat er deze dag aan de hand is. En hier staat de hele tas met orders. Ik zeg even gedag tegen Bonnie. Even denken, heb ik mijn wc-pasje? Ja. Geld? Ja. Mobiel? Ja. Camera? Ja. Top. Even nu eerst langs Primera en dan kan ik lekker door. En dit is mijn look, jongens. Mijn prachtige look. Het is trouwens altijd wel heel heet in het TVC. Maar ja, maakt niet uit. Dag, lieve kleine bol. Ik had hem weer even los en nu zit hij weer lekker in de kooi. Doei, lieve schat. Dag, lieve bol. Ik ben zo lief. Ik ga stuk. Zo lelijk. Mijn gift guide video. Dus ik deed nu het detox masker. Dat is een bubble sheet mask. Ik dacht altijd, wat is een bubble sheet mask? Maar ja, je legt het op je hoofd. Je moet hem alvast eventjes een beetje... Hij verzakt wel heel erg. Hij is niet echt goed voor mijn hoofdvorm. Je moet hem dus vast eventjes 10 seconden masseren voordat je mijn verpakking haalt. Dan bubbelt hij al. Maar ik dacht altijd, wat heb je daar als het bubbelt aan de andere kant? Maar het bubbelt dus ook aan de binnenkant. Aan beide kanten. Tenminste... Want het is geen voor- of achterkant. En daarom glijdt het ook zo van mijn gezicht af. Het zit ook te bubbelen aan de binnenkant. Maar wat die bubbels aan de buitenkant voor effect hebben, weet ik niet. Misschien voor de lol. Maar het is erg. Ik voel het wel helemaal een soort van in mijn poriën gaan. Ken je dat frisse gevoel? Maar de vorm is voor mij niet zo chill. Ik moet eigenlijk echt liggen aan mijn mond houden. Dat is niet mijn sterkste punt. Hello sexy mama. Do you want to date me? I'm so sexy. I want to buy you flowers. I make you my wifey. I will treat you well. Bye bye. Hey jongens, ik ga naar Lotte, want wij hebben spontaan besloten om weer af te spreken. Superleuk. Ik heb nieuwe kettingjes om. Ik ben lang getwijfeld om lettertjes te doen, maar ik vind het zo ontzettend leuk, dus ik ben blij. En dit is de look. Die schoenen die ik echt altijd draag. Een zwarte broek die ik altijd draag. Een hemdje die ik al eeuwen heb. Het enige hemdje wat ik heb. En deze blazer die ik ooit heb gekocht. Ik weet niet meer waar. H&M. Die vind ik altijd een beetje heftig of zo. Niet heftig als in. Maar het past niet bij mij. Ik heb niks met zwart-wit. Maar ik vond hem eigenlijk wel leuk staan vandaag. Maar dan moet de rest ook echt rustig zijn erbij. Dus rustige scrunchie. Vrij rustige sieraden. Hi liefje. Kom. Ga naar beneden. Hier ligt een hele koffer voor als we kunnen shooten. Ik vind het zo leuk. Vooral nu ik die suit koffer heb om het dan helemaal in te pakken. En dan, ja, helemaal leuk. Boe met wol. Doei. Dit is trouwens de nieuwe panterjas en ik wil hem heel graag aandoen. Maar er is er al één verkocht en ik had er maar 2. Ik had er eigenlijk 1 voor mezelf verkocht. Maar nu denk ik, nou, ik laat hem dan wel op de site staan om te verkopen. En als hij niet verkoopt, mag ik hem zelf houden. Maar zo leuk. We hebben nog 1S, 1M, 1L. Oh, love dit. Te leuk. En het is echt een heel mooi kleurtje. Had ik het al verteld? Hij is best wel licht. Zie je? Echt super mooi. Oké, mijn camera lag in de auto. 62%. Helemaal prima. Ik heb er zin in. Lotte, here I come. Oh, welk lichtje is dat? Hier is Lotte. Hi. Dat was heel zwoel, zag ik. Ik zou heel langzaam naar jou nemen. Lot vlogt vandaag niet, dus eigenlijk ga ik haar ook niet vloggen. Nee, dat ik vlog wel. Dat zou zo kinderachtig zijn. Nee, ik doe weekvlogs, dat is tenminste leuk. Wat zijn jullie? Jij zit mij gewoon op de Wat vinden jullie van deze poppen? Het zou me echt niks verbazen als er zo'n ziek... We gaan met de trap, hè? We staan hier echt wel dun om te trappen. Maar we zijn te dun om met de trap te gaan. Ja. Oh, mijn trap zit lelijk, joh. Jij zegt ook niks.
No? Je trui zit lelijk. Ja. Ik vind het zo cute. Oh. Hallo. Hallo. Wij hebben een awkward date. Ja. Kijk, misschien weten de kijkers het. Waarom is het een soort van awkward of zo? We hebben het gevoel dat we met elkaar op date zijn. Ja, ik denk echt dat de kaarsje zo tussen ons in. Ja, en deze lamp. Ja, ik denk echt dat het door de lamp komt. Ja, want kijk, je moet echt zo naar haar kijken van, ik ben met haar op een date. Oké, dit is het menu. Ja, bloedworst. Ik heb weer zin in zo'n. Ik had eerst hier iets heel lekkers. Ik kan het niet meer. Wat zouden jullie nemen, jongens? Jongens, Lotte en ik gaan samen doen met het eten. Maar ik wilde zeg maar heel graag dit. Maar het is echt nog meer dan ik ervan had verwacht. Maar ik wilde dus ook zo'n. Zo zei Lot, oké, we doen het wel samen. Dus we hebben nu allebei dit en dit. Maar hoe goed ziet het eruit? Waar zitten we nou? Van Manen. Manen? Ja, van Manen. Oké. Okay. En Borden. Oh! Lila! Hey! Oh, ik wil ook honden. Ja, dat is echt maakt je echt druk. Hé, hey, deze mag in de vlog. Nee. Jij hebt een camera dan. Er zit een andere. Mooi, hè? Er zit een hele dikke lens op, joh. Ja, deze is wel dik. Deze kan zoomen. Oh, kijk, hè. Hi. Sluit even. Lieve Lily. Ja. Ik heb gewoon serieus alleen die shirtjes gekocht. Nou, dat is toch goed. Je hoeft toch ook niet altijd heel veel te kopen. Ja, welke kleur? Zwart? Nee, van deze. Nog twee. Oh ja. Hoe zien die andere twee eruit? Deze is dezelfde, alleen dan met rood. Oké, okay. Met twee rode schoenen. Ja. Nou, bijna weer nieuwe schoenen. Ah, schattig. Ik heb ook een body thuis. Ja. Hoi, schat. Oeh. Hij lijkt ergens een beetje op een mens qua uitdrukking. Hey, ben je zo? Een beetje op Joey. Ja, maar echt. Hè? Ik vind het echt. Dan zeggen mensen dat ik dan Lilo ben en Joey's body. Je lijkt een beetje op Joey. Ja, nu kan ik je aaien. Goed zo. Oh, vloerkleedje. Oh, kijk dit. Oh, jammer dat je zijn uitdrukking niet zo goed ziet. Hoi, Lilo en Stitch. Ja, ik heb lipgloss op, hè. Body is van mij, hè? Ja. Body is jouw maat. Body is mijn maat. Zij is helemaal... Hi, Lilo. Focust. Vind je mij wel lief? Ja, Lilo vindt iedereen lief. Nu ben je weer een beetje rustig. Ja, het is altijd bij binnenkomst. Oh. Is het echt... Maar wat mooi is hij, hè? Chaos, en dan daarnaast altijd gewoon... Hij is schat. Hé, hey, was je zo blij dat Lotte er weer was? Ja, en dat ik er ben vind je nog leuker. Oh, schatjes. Ik heb hier trouwens een beste loop op zitten, hé. Jeetje, Mina. Speciaal voor jullie, zodat ik jullie goed in beeld kan brengen. Lotte, wat is jouw loop? Oh, wat schattig. Nu heb ik een nieuwe volger erbij, want hij gaat zichzelf willen bewonderen. Wie? Jij. Hij kijkt nooit YouTube. Jawel, mij wel. Mijn video's vind je heel leuk. Hij kijkt nooit YouTube. Hij kijkt ook niet naar mij. Hij kijkt wel mijn Insta-stories. Ja. Klasse. Die komen vanzelf in beeld, hoor. Irritant, hè? Mijn stories zijn vet vervelend. Hallo, ik ben nu bij de IKEA in Amsterdam. Ik ben weg bij Lot. Nou, Lot heb even boodschappen gedaan bij haar dichtbij een supermarkt. Gezonde dingen gehaald. En nu bij de IKEA geen zin. Want het is altijd weer echt zo'n extra dingetje waardoor je moe wordt. Maar ik moet een nieuwe matras. Dus ik ga die nu halen. Ik ga ook gewoon een nieuw matras halen. En ik ben een beetje klaar met die tweedehands matrassen. Het was super leuk bij Lot. Ik ben nu heel moe omdat ik van auto rijden gewoon echt heel moe word altijd. Maar het was zo leuk en Lot is gewoon echt een van mijn beste vriendinnen nu. Ik ben zo blij met onze vriendschap. Ik ben zo blij dat ik in 2018 de vriendschap met haar heb gekregen. En de vriendschap wordt alleen maar leuker. En ik was nu bij haar en bij Joey en Rodney en hondjes. En het voelt zo goed. En we lijken ergens heel veel op elkaar, maar we hebben ook heel veel verschillende punten. En Lot is heel lief, maar ze is ondertussen ook gewoon heel direct en eerlijk. En daar heb ik super veel aan. En ze heeft hetzelfde bij mij, denk ik. Dus zo blij met de vriendschap. En Lot, ik weet dat je dit ziet, maar Lot weet het al. Ik moest het toch weer even delen in de vlog. Heel blij mee. Ik heb niet zoveel gevlogd vandaag. Lotte heeft helemaal niet gevlogd. Maar zo fijn. Ik ben zo blij dat ik gewoon lekker gegaan ben. En het is wel jammer natuurlijk dat het gewoon 3 kwartier rijden is naar elkaar toe. Het is een hele saaie weg. Want het is eerst trajectcontrole. En dan heel lang 80 kilometer. Gewoon echt 20 minuten lang. Vet saai. Of langer zelfs. Maar ja. Maakt me echt heel gelukkig. Misschien zie je het nu niet aan. Want ik ben nu echt heel erg verrot door het auto rijden. En ik heb honger. Maar goed. Heel blij mee. Echt een hele dierbare vriendschap. En ik weet ook zeker gewoon een vriendschap die gewoon blijft. Dus ik gunde mezelf dat ook gewoon. En Lot ook. Dus heel blij. Nu ga ik hem matras halen. Doei! Ik had helemaal niet bedacht de vorige keer dat ik ook natuurlijk gewoon de achterbank plat kan gooien.
Hij paste bijna niet, maar het is gelukt. In de koophoek lag je dus voor 200 in plaats van 250. Maar dat krijg ik nooit in mijn auto. Echt jammer. Vet duur dit, maar ik moet gewoon even een goed matras hebben. En anders moet ik weer een andere auto regelen. En is het toch weer vies. Tot nu toe heb ik altijd tweedehands matras gedaan. Maar ik wil toch gewoon even lekker een nieuwe. En als ik ooit ga verhuizen en een groter bed heb of zo. Of een groter huis. Dan zou ik het matras nog kunnen houden. Want ik wil altijd denk ik wel een logeerkamer met een 1,60 bed of zo. Dus. Ik dacht eerst nog van, is het wel slim? Want een 1,60 maat is niet wat ik voor altijd wil. Maar het komt wel goed. Oké, het was best wel een werkje om het matras open te maken. Maar uiteindelijk heb ik maar met... Toen had ik het helemaal open, zat de plastic er nog in, heb ik maar gewoon met de schaar zo voorzichtig gedaan. Dat hij niet beschadigde. Maar ik zweer je, als je houdt van die zeepafsnijvideo's en zo, ASMR dingen. Dit zou echt iets moeten worden op YouTube. Je zag het echt zo. Tik, 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 zag je het zo helemaal open, zo. Heel leuk. Maar in ieder geval. Lekker dit, Wolly, al die kak. Het duurt 72 uur voordat je er pas op mag liggen. Dus dan ligt het matras daar. Hallo jongens, het is zondag, laatste dag van de vakantie. Ik ben blij dat ik vandaag een niksdagje heb ingepland, als hij niet de deur uit. Want ik ben net zo moe als na oud en nieuw. Ik weet niet hoe het kan. Misschien toch dat laten slapen wat er nu in hakt. Ik baal een beetje. Maar morgen weer werken natuurlijk. Ik denk ook dat ik ongesteld moet worden. Ik ben echt heel moe. Ik hoop dat ik moe blijf, zodat ik kan slapen vanavond. En dat ik niet weer rond 9 heel druk ga worden. Want ik ben dus echt, ik ga om 3 uur slapen elke dag. Echt heel dom. Ik weet ook niet waarom. Ik heb gewoon echt het ook nodig om mijn ritme te hebben. Want ik hou gewoon niet van slapen. En ik ga zo laat mogelijk naar bed. In ieder geval, ik heb mijn weekvlog alvast een heel groot deel geëdit. Jeetje, mijn ogen. En ik ben lekker met Bolly. Ik ga nog wat sieraadjes nog op de site zetten. Ik kijk nu The Rain, een nieuwe serie. Ik hou echt van rampenseries. Ik heb net ook op Insta gevraagd van, is die goed? Want ik weet niet of die echt goed is. Tot nu toe vind ik hem wel leuk. Ik eet mijn groentesoepje van 3 dagen terug alweer of zo. Volgens mij kan dat nog wel. Echt heel weinig water. Heel veel groenten zitten er nog in. Het is nu iets van 4:30. Dus ik kon nog net te vroeg voor avond eten. En ik had heel licht ontbeten. Dus ik denk, ik neem nu dit soepje. Ik heb ook vaak dat ik dan ga koken als ik heel erg honger heb. En dan heb je zoveel honger dat je eigenlijk te moe bent om te koken. En dat is het moment dat ik dus vaak ga bestellen. Ik heb een lijstje op mijn mobiel gemaakt met gerechten. 5 gerechten die ik nu heb in de koelkast. Zodat ik ook gewoon weet van oké, ik kan dit en dit gaan eten. En dit ligt er in de koelkast en dit moet erop. Je weet het meestal wel, maar ik heb toch snel dat ik iets vergeet of zo. En dan kom ik ook minder snel in de verleiding om wat te bestellen of wat dan ook. Want ik wil echt even goed een normaal ritme hebben. En ook dat hoort dat zeg maar ook bij. Dus vanavond eet ik lekker wraps met avocado en wortel en sour cream en van alles erin. En nu eet ik dus eventjes dit soepje dat ik lekker een beetje wat kracht heb ook om straks te koken. En dat ik dan niet te vroeg avond eet en straks vertrek heb. En dan ga ik nu even lekker chillen met deze serie. Er zijn echt 27 orders open, maar ik heb vrijdag nog orders gemaakt. En ik ben nu zo moe, dus ik ga dat denk ik niet doen. Misschien vanavond een paar. En ik ben even op mijn laptop een paar dingetjes aan het doen die ik nog moest regelen, weet je wel. Maar over het algemeen rustig, want ik ben echt niet lekker. Oké jongens, het is pas het is pas 7:30, maar ik ga even iets volwassens doen. Namelijk, besluiten, ik moet mijn haar wassen en als ik dat te laat doe, heb ik nat haar. Ik heb een nieuw matras trouwens neergelegd. Dat ik nu naar boven ga en dat ik gewoon mijn haar ga wassen en niet meer beneden kom. Want mijn probleem is dus dat ik beneden zit en niet naar bed ga. Nu moet ik zeggen, als ik moet werken ga ik altijd op een gegeven moment echt wel zo dat ik niet minder dan 7 uur slaap heb. Maar ik ga heel moeilijk in slaap vallen waarschijnlijk door mijn slechte ritme. Dus ik ga nu naar boven. Ik ga mijn haar wassen. Ik mag mijn laptop wel meenemen. Dus mocht ik iets van orders nog willen maken na het douchen, dan kan dat. Of in mijn bed weekvlog editen, maar dan ben ik vast boven. Is Bolly in de kooi, ik zit hier gewoon uit. Dan ben ik gewoon in slaap klaar om te gaan slapen. Want ik heb echt mijn slaap nodig. Ik wil gewoon fris de week beginnen. Dus hoe het is, zeg maar, mijn eerste ervaring om voor het eerst vanuit Muiden met de auto naar mijn werk te gaan en zo. Ik moet echt eerder weg. Hoor jullie in de volgende weekvlog. Doe even je duimpje omhoog als je deze leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei.